8 smalle poten, zwart en harig. Je ziet hem al kruipen, die spin. Blijf jij dan ook liever op een afstandje staan? Waarom zijn zoveel mensen bang van spinnen? Vanuit Huis van het Hout in Etterbeek. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Ik hou van een goed raadsel. En als je over angst nadenkt, dan stoot je snel op raadsels. Zoals deze. Waarom zijn zoveel mensen bang van spinnen en slangen? In België zijn deze dieren niet gevaarlijk. En toch zien we dat zo'n 30% van de bevolking toch min of meer bang is van deze dieren. En 3 tot 5% zijn panisch bang. Ze hebben echt een fobie. Maar als we kijken naar wat de echte doders zijn in onze wereld, dan zijn dat suiker, tabak, alcohol, wapens, auto's. Maar daar is niemand fobisch bang voor. Waarom niet eigenlijk? Dat is een belangrijke vraag. Niet alleen om meer te leren over wie we zijn en waar onze angsten vandaan komen, maar ook om fobische patiënten te helpen om van hun angsten verlost te geraken. En dat is dan ook de missie van de medewerkers en mezelf. Angsten haarfijn bestuderen in het laboratorium om het lijden van patiënten te verlichten. Een van de belangrijke vragen daarbij is of die fobische vrees aangeboren is of aangeleerd. Want als ze aangeleerd is, dan kunnen we ze misschien ook afleren. Een hoopvolle gedachte. Misschien denk je wel dat fobische vrees aangeboren is. Dat ze diep in onze genen verankerd ligt. In het DNA dat we van onze voorouders geërfd hebben. En daar zijn inderdaad goede redenen voor. Het eerste argument voor die stelling is dat vandaag de dag nog altijd 10.000 mensen per jaar sterven aan giftige slangenbeten. In India alleen al zijn het er meer dan 20.000. We kunnen dus aannemen dat in de evolutie van de mens spinnen en slangen effectief gevaarlijk waren. En dat voorouders die genen bezaten, die hen bang maakten van spinnen en slangen, meer kans hadden om te overleven en zelf kinderen te krijgen die op een beurt ook bang zouden zijn van spinnen en slangen. En hun kinderen ook. En hun kinderen ook. Het tweede argument voor de stelling dat fobische vrees aangeboren is, is dat we die vrees delen met sommige andere dieren. En dat is belangrijk, omdat we wel biologie delen met dieren, maar geen cultuur. Dus die gedeelde vrees is teken dat die fobische vrees misschien biologisch aangelegd is, dat ze aangeboren is. Soms wordt gezegd dat wij afstammen van apen. Dat is niet waar. Wij stammen niet af van apen. Wij zijn apen. Wij zijn gewoon een apensoort. En als we goed kijken naar andere apen, dan zien we inderdaad dat die hevige angst vertonen bij het zien van slangen. Niet alleen bij apen trouwens, we zien het eigenlijk bij vele zoogdieren. En dat weten we uit een betrouwbare wetenschappelijke bron. Kattenfilmpjes op YouTube. Dacht je dat die katten echt bang zijn van komkommers? Nee, ze vergissen zich. Ze denken dat ze een slang zien en daar worden ze bang van. We hebben dus twee sterke argumenten voor de stelling dat fobische vrees aangeboren is. Spinnen en slangen waren gevaarlijk in de evolutie van de mens en we delen die vrees met andere diersoorten. Toch is er ook een argument tegen die stelling. En het argument is dat als die vrees biologisch verankerd zit in ons lichaam, waarom zijn we dan niet allemaal bang van spinnen en slangen? Ik heb jullie verteld dat er 3 tot 5% van de mensen fobisch bang is. Maar we reageren niet allemaal zoals een kat bij een komkommer. Waarom niet dan? Is die fobische vrees misschien toch cultureel aangeleerd en niet aangeboren? Dat is het raadsel waar we voor staan. Om dit echt te achterhalen, zouden we eigenlijk baby's vanaf de geboorte moeten afzonderen, zorgen dat ze nooit in contact komen met spinnen en slangen en dat ze eigenlijk ook nooit in contact komen met anderen, zodat ze die vrees voor spinnen en slangen niet kunnen leren van elkaar. En dat is exact wat een studie uit de jaren 80 van vorige eeuw gedaan heeft. Niet bij mensen, maar bij andere apen. Bij rhesusaapjes, die ook heel bang zijn voor slangen. De eerste stap was een methode ontwikkelen om te meten of die aapjes bang zijn van slangen. En daarvoor hadden de onderzoekers een proefkamer opgericht waarbij ze in de verste hoek een trosje bananen legden
waarvan ze wisten dat die rhesusaapjes daar verlekkerd op waren. Vervolgens vingen ze een rhesusaapje in het wild, zetten die in die kamer en wat ze dan zagen was dat die meteen naar die trossen bananen toe liepen en dat lekker begonnen op te eten. Om de vrees voor slangen te meten, plaatsen ze een plastieke namaakslang in het midden van die kamer. Wat gebeurde er toen? De wilde rhesusaapjes durfden niet voorbij die slang om tot de bananen te geraken. Een heel duidelijk bewijs dat ze bang waren voor slangen. Nu, de grote vraag was natuurlijk, hoe zouden aapjes reageren die in het laboratorium opgegroeid waren? Zouden die ook die vrees voor die slang laten zien? Als ze vrees vertonen, dan is het heel duidelijk aangeboren vrees. Dus ze namen een labo-aapje en zetten die ook in die hoek van de kamer. Kan je inbeelden hoe spannend het was voor de onderzoekers? Eén enkel teken van vrees en ze zouden moeten besluiten dat het aangeboren is. En dat zou slecht nieuws zijn voor onze kansen om fobische vrees bij mensen af te leren. De resultaten waren heel duidelijk. Geen enkel teken van vrees. Mooi bewijs dat die fobische vrees bij de rhesusaapjes aangeleerd is en niet aangeboren. Maar onderzoekers wilden ook weten hoe die aapjes in het wild dan aan hun slangenvrees kwamen. Hoe hadden ze dat aangeleerd? Misschien hadden ze vroeger al wel eens slangenbeten gehad en waren ze daar bang van geworden. Maar een andere mogelijkheid is dat ze het van elkaar leren. Dat het in hun cultuur zit. En dat zou betekenen dat misschien ook bij mensen fobische vrees voor spinnen en slangen via de cultuur kan aangeleerd worden. Hoe kan je dit nu onderzoeken bij die aapjes? Wel, de onderzoekers die filmden de wilde rhesusaapjes terwijl ze bang waren bij het zien van een slang. En ze toonden die filmpjes aan de apen die in het labo waren opgegroeid. Toen die labo-aapjes na het zien van die filmpjes in de kamer terechtkwamen terug met de namaakslang en de banaan, durfden ze niet meer voorbij die slang te gaan. Heel duidelijk bewijs dat die rhesusaapjes zelf op een culturele manier die vrees aanleren van andere aapjes. Maar daar stopten de onderzoekers niet. Het verhaal is nog niet helemaal af. Want ze wilden weten dat als het effectief cultureel aangeleerd is, dan zou het eigenlijk mogelijk moeten zijn om die labo-aapjes voor om het even wat bang te maken. Dan hangt het gewoon af in welke cultuur dat je opgroeit en dan word je gewoon bang van de dingen die daar waar veel vrees voor bestaat. Dus ze wilden dat idee tot het uiterste doordrijven en ze gebruikten computertechnieken om die filmpjes te bewerken en ze vervingen de slang door een bloem. Dus de labo-aapjes konden nu wilde soortgenoten zien die hevig angstig reageerden bij het zien van een bloem. En de vraag was natuurlijk, zouden die labo-aapjes daardoor bloemenvrees kweken? Om dat dan te checken, werden de labo-aapjes opnieuw in de kamer gezet na het bekijken van dat filmpje. De slang werd vervangen door een bloem in het midden van de kamer. En de grote vraag was natuurlijk, zou het labo-aapje durven naar de banaan toe te lopen? Het resultaat? Ze liepen zorgeloos naar de bananen toe. Ze werden niet gehinderd door die bloem. Dat is wel een speciaal antwoord, want we hebben gezien dat de fobische vrees voor slangen niet aangeboren is. Het is duidelijk aangeleerd. Maar tegelijkertijd blijken slangen toch een speciale betekenis te hebben voor die labo-aapjes, want ze worden gemakkelijker bang van slangen dan van bloemen. En omdat ze afzonderlijk zijn opgegroeid in het laboratorium, moet die speciale betekenis van slangen aangeboren zijn. Dus wat moeten we dan besluiten? Die fobische vrees bij rhesusaapjes is deels aangeboren, deels aangeleerd. Ze zijn niet automatisch bang van slangen, maar ze zijn wel voorbestemd om bang te worden van slangen. Misschien kan je het vergelijken met het leren van taal. Elk kind heeft een aangeboren aanleg om te leren spreken en taal te gebruiken. Maar zonder de juiste leerervaringen kan het dit niet ontwikkelen. Zo loopt het ook met slangenvrees bij rhesusaapjes. Voor ons is de grote vraag natuurlijk, werkt het ook zo bij mensen? Is die fobische vrees voor spinnen en slangen bij mensen ook deels aangeleerd, deels aangeboren? Het antwoord zal belangrijk zijn voor de vraag of we fobische patiënten goed kunnen behandelen. En daarmee komen we dichter bij het onderzoek dat we in ons eigen laboratorium uitvoeren. Want om die vraag te stellen, moeten we manieren vinden om angst te kweken bij menselijke proefpersonen en dan na te gaan of ze een speciale aanleg hebben om bang te worden van spinnen en slangen. En om jullie uit te leggen
hoe dat in zijn werk gaat, moet ik even een zijweggetje nemen. Naar Sint-Petersburg. Naar laboratoria, vol kwijlende honden, rinkelende belletjes en smakelijke voedselbroekjes. Naar het levenswerk van Pavlov, de uitvinder van de klassieke conditionering. Hoe ging dat nu weer in zijn werk? Pavlov die opereerde eerst zijn honden en bevestigde een glazen buisje aan de speekselklieren van de hond. Zo kon hij druppels speeksel zien vallen wanneer de klieren actief werden. Als Pavlov een lekker voedselbrokje bij de hond in de mond legde, dan zag hij meteen vele druppels in het buisje vallen. Dat vond Pavlov niet bijster interessant. Hij wou kijken naar wat er gebeurde bij conditionering. Hij wou kijken wat er gebeurt als hij telkens voor een voedselbrokje in de mond legt, als hij telkens daarvoor een belletje liet rinkelen. Zou de hond het verband kunnen leren tussen het belletje en het voedsel? En jawel, Pavlov zag al druppeltjes vallen toen het belletje rinkelde, nog voor er voedsel in de mond kwam. De hond had een nieuw verband geleerd, zoals je kan zien op nummer 4 in de figuur. Dat is conditionering. Wat vertelt ons dit nu over angst? Niet veel. Maar we kunnen de procedure aanpassen zodanig dat dat nieuw verband niet langer gaat over iets lekkers, maar over iets bedreigends. En dan kunnen we de conditionering van angst onderzoeken. Wanneer een proefpersoon binnenkomt in ons laboratorium, dan kan die plaatsnemen aan een tafel. En daar staat een computerscherm op. En daarop kunnen we foto's laten zien van neutrale dingen, bijvoorbeeld een bloem. En nadat we die bloem hebben laten zien, krijgt de proefpersoon een vervelende elektrische prikkel op de pols. Voor de start van het experiment heeft de proefpersoon zelf de intensiteit van die prikkel kunnen kiezen op een niveau dat duidelijk onaangenaam is, maar niet pijnlijk. De proefpersoon kan een verband leren tussen het zien van die bloem en het krijgen van die prikkel en kan zich leren schrapzetten wanneer hij de bloem ziet. Op dat moment meten wij met sensoren aan de binnenkant van de hand de huidgeleiding, waar een indicatie is voor het niveau van lichaamsspanning. En zo meten wij conditionering van angst. En nu komt het. Net zoals bij die rhesusaapjes kunnen we die foto van een bloem vervangen door foto's van spinnen en slangen. En kijken of het conditioneren van angst anders gebeurt bij foto's van spinnen en slangen dan bij een bloem. En inderdaad, proefpersonen die voor de start van het experiment geen enkele vrees hadden voor spinnen en slangen, die werden toch sneller en gemakkelijker bang van die foto's als er een prikkel op volgde. Sneller dan bij een bloem. Eens die angst geconditioneerd was, bleef ze ook meer stand houden. Zelfs als de elektrische prikkels, als de elektroden worden weggenomen, dan bleven de proefpersonen zich schrap zetten bij het zien van die foto's van spinnen en slangen en niet meer bij bloemen. Zelfs als we die foto's zo kort aanbieden dat proefpersonen ze eigenlijk amper nog bewust opmerken, dan zien we die angst opstijgen wanneer ze die foto's van spinnen en slangen terugzien, maar niet bij die bloem. Hoewel deze experimenten ook andere interpretaties openlaten, is het toch opmerkelijk hoe gelijklopend de bevindingen zijn met experimenten met de rhesusaapjes. En dus kunnen we besluiten dat ook bij mensen de fobische vrees voor spinnen en slangen deels aangeboren, deels aangeleerd is. Kunnen we fobische vrees afleren? Het hoopvolle van het verhaal dat het deels aangeleerd is, schept hoop dat we ze ook kunnen afleren. Inderdaad, dat kan oude bevindingen uit het laboratorium van Pavlov hebben laten zien dat geconditioneerde angsten uitgedoofd kunnen worden. Heel eenvoudig eigenlijk, door in kleine stapjes dichter naar spinnen en slangen toe te gaan. Door de angst te laten opkomen en weer te laten weggaan, zonder zelf weg te lopen. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar toch is het zo. Dit is een therapie die heel goed werkt. En weet je wat het mooist van al is? Dit geldt niet enkel voor fobische vrees. Het geldt voor alles waar een mens bang voor kan worden. Mensen met extreme verlegenheid, mensen die doodsbang zijn om een hartaanval te krijgen, mensen die een trauma hebben ondergaan en niet meer buiten durven, al deze angsten zijn deels of helemaal aangeleerd. En we kunnen ze dus ook afleren. De therapie werkt. Maar het drama is dat deze werkzame behandeling vele mensen niet bereiken. Duizenden mensen zitten nodeloos met angsten die we perfect kunnen behandelen. Dus nog eens de vraag.
Waarom zijn zoveel mensen bang van spinnen en slangen? We weten nu dat dat komt omdat het deels aangeboren is en deels aangeleerd. En net daarom kunnen we er iets aan doen. We kunnen mensen helpen van hun angsten af te komen. Kom buiten als je bang bent. Zoek jezelf een goede psycholoog, een gedragstherapeut liefst. Het is de eerste stap op weg naar een vrijer leven. Dank jullie wel.